In ons straatbeeld zien we meer omgekeerde Nederlandse vlaggen dan vlaggen die op de juiste manier zijn opgehangen. En ook bij onze internationals spat de vaderlandsliefde er nooit echt vanaf wanneer ze zachtjes het Wilhelmus meeneurien. Nee, chauvinisme is bij ons Hollanders toch vooral kleintje pils en de Polonaise en van links naar rechts met een kaas op je hoofd en een paar klompen aan je voeten. Maar het toch zo mooie oranje shirt weegt volgens de bondscoach zwaar op de schouders. En geen wonder, want de grote schoenen van Cruijff en Van Basten en Bergkamp en Sneijder moeten worden gevuld. Zijn wij eigenlijk trotse Nederlanders? En hoe zou het voelen om je land te vertegenwoordigen op het WK? En zong Maarten het Wilhelmus wel uit volle borst en met overslaande stem mee? Vandaag zijn we in de ban van Oranje met het vaste drietal. Goed om jullie te zien. Salam jongens. Goed om jou weer te zien, Bart. We zijn er weer. Misschien moeten we gelijk even beginnen met groot nieuws uit voetballand. De nieuwe trainer van ADO. Wie? Is Dick Advocaat. Ja, mooi. Ja. Lekker hè? Was je verrast? Ja, toch wel. Ik dacht eigenlijk dat het de speld was, man, deze keer. Ja? Ja. Kan niet waar zijn. Nee, ik was vertrokken wel echt van overtuigd dat het klaar was. Maar hebben jullie niet ook de hele week zitten wachten tot hij zijn assistent volledige trainerstaf gaat presenteren? Is hij al gepresenteerd? Zit hij erbij? Volgens mij niet. Volgens mij ook niet. Heeft hij hem dan toch links laten liggen, vrees ik. Ja, of het was niet genoeg geld voor Ome Cor. Zou het, maar hij heeft wel iets gedeeld over Ome Cor. Dat was bij de gasten van de ESPN, daar moeten we toch even naar luisteren. Nee, veel energie, die heb je klaarblijkelijk nog. 75 jaar, er zijn ook mensen die kopen een boot en die gaan lekker varen. Waarom heb je dat niet gedaan? Ik heb een boot, maar die heeft Cor Pot in de prak gevaren. Dus die ligt nou op de reling. Maar klein bootje hoor, daar kunnen we met z'n vijf op. Maar die boot heb ik, maar daar ben ik heel weinig mee weg geweest. Je vond er niet veel aan? Ik vond er niet veel aan. Oh, mooi. Cor kan niet varen. Dus eigenlijk Cor's schuld dat Dick weer is gaan trainen, want hij kan niet meer in zijn boot varen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, misschien mocht hij daarom ook niet mee. Maar goede zet van ADO. Thomas, jij hebt hem meegemaakt. Ik zelf ook trouwens. Ja, ik denk het wel. Hij zei ook zelf van ja, heel veel slechter dan dit kan het niet. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ja, het kan altijd slechter, denk ik. Maar op een of andere manier krijgt hij toch op. Presteert hij altijd wel wat met de clubs waar hij zit. Ja. Dus het is niet, het gaat nooit echt door de ondergrens onder hem. Nee, alleen bij ons is het natuurlijk niet gelukt. Maar het was ook wel beter dan... Dan wat het voor de winst op was. Ja. Ja. Dus het werd wel beter. Het was alleen niet genoeg uiteindelijk. Ja, hij is een goede coach voor een schokeffect. Ja, net, dat zeker. Ik moest toevallig, ik zag hem van de week en er was wel een lief fragment. En omhelzen die een of andere gozer die hem een warm hart toedroeg of zo. En toen moest ik aan het moment denken dat Advocaat onze trainer was en dat hij een keer vol schoot in de spelershome. Ja. Dat kan je herinneren, toch? Ja, ja. Alleen ik kan me niet meer terughalen waar dat nou over ging. Weet jij dat? Over mensen op het kantoor ging dat. Over dat hij daarvoor deed en dat wij het daar ook voor moesten doen. Ja, dat was voor misschien de play-offs. Ja, was voor de play-offs. Ja. En dat we ervoor moesten zorgen dat we erin bleven, want het ging zeg maar om hun banen. Ja, klopt. Daar ging dat over. Ja. Was het mooi of was het een beetje ongemakkelijk? Maar ja, die man ging niet zomaar vol, toch? Dus dat was wel, was wel oprecht. Ja, nee, was maar zeker. Dat zie je wel vaak. Hè. Dat heeft Louis van Gaal natuurlijk ook. Die hebben hun emoties heel hoog zitten. Bij Feyenoord weet ik ook nog dat hij toen volgens mij die laatste wedstrijd van het veld opliep. Ja, dat hij ook gewoon zwaar in. Ja, en hij vindt het zelf ook niks. Hè. Dat zeggen we Feyenoord toen ook. Ja. Dat hij baalt ervan. Hij kon niet meer rennen, maar hij rende bijna naar binnen. Dus het is sowieso niet gespeeld. Nee, dat weet je zeker, want hij wil dat absoluut niet laten zien. Maar volgens mij als je ouder wordt, dan... Ja, ik krijg altijd meer foppen. Haalt dat ook veel, man. Ja. Dat het wel echt geregeld. Hij heeft natuurlijk één keer dat best wel een beetje een beroemd fragment geworden. Dat we dan een van de eerste wedstrijden onder hem begon ineens te lopen. Ja, toen was hij aan het praten over een aanval over links. En dan, toen zei hij, dan begint te lopen op die linkerkant. En daar schoot hij gewoon van vol. Ik kan het wel begrijpen, man. Je hebt toch, zeg maar, als je doet wat je echt het allermooist vindt. En deze gasten doen dat. En dan stop je zoveel emotie erin. En ik denk, als je ouder wordt en die grens komt dichterbij, dat je vol schiet, zeg maar. Want dat is toch wat er gebeurt als je... Volgens mij is dat wel een redelijk bekend fenomeen, dat als je wat ouder wordt, dat je dan sneller emotioneel wordt. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat ook gebeurt op zulke momenten. Ja. Dat lijkt wel mooi. Ben je als volgeschoten voor de groep? Nee, nog niet. Zal vast nog wel een keer gebeuren. Wacht met smart. Maar ik heb wel eens gehad, toen ik nog jeugdtrainer was, dat ik wel echt merkte dat ik achteraf dacht, ik ben hier gewoon echt emotioneel van.
Van het vertoonde spel. Ja, gewoon. Toen je jeugdtrainer was, je was emotioneel over het spel van je jeugdteam. Nee, ja, niet, want, niet op zo'n kut kan het nooit geweest zijn. Nee, maar niet op die manier, zeg maar. Niet dat ik volschoot of zo. Dat is nog nooit gebeurd. Maar wel dat je, zeg maar, achteraf denkt van ja, als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat, doet het wel echt wat. Oké. Okay. Meer dan als ik zelf voetbal. Precies, ja. Dus misschien onderschatten spelers wat het met een trainer doet als je helemaal langs de lijn staat en verantwoordelijkheid hebt voor een team. Ja, ik zou echt niet weten wat het is. Lewandowski schoot volgens mij ook vol afgelopen week op het WK, toen hij scoorde. Hij schoot vol mis, hè. Die dingel. Klammer gaan. Hè. Hoe was jullie vakantie dan, boys? Ja, goed man. Ik kreeg een unieke vakantie in de schoot geworpen natuurlijk, door het WK. En daar heb ik met volle teugen van genoten. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Een beetje Thomas zijn route afgelegd. Wat was het absolute hoogtepunt? Het is een schitterende streek en je eet mooi en je hebt prachtige stranden en bergen en safari en alles. Maar toen op een gegeven moment dachten we, het is ook wel mooi om iets van het echte Afrika te zien, zeg maar. Want je ziet ook schrijnende armoede, zeg maar. En toen Alex Klusman, die kennen we allemaal, daar was ik even mee. Die heeft daar ook een huisje, daar was ik even mee aan het appen. Een huis toch? Een huis. Ja, stevig huis. En die bracht me in contact met Otwa, een jongen die hij kent uit Zuid-Afrika en die in zo'n township woont in Hout Bay. En een jongen die zich een beetje aan het ontworstelen is uit die community. En toen dachten wij, we raakten in contact met die Otwa en die heeft ons rondgeleid in zijn township. En dat was echt mega bijzonder. Om te zien hoe hij gewoon. Het was super groot. Er waren echt duizenden en duizenden mensen. Super veel kleine kinderen. Dus als je daar zeg maar uitkomt, dan steek je over, kom je op zo'n voetbalveld. Toch? Ja, voetbalveld. Ik heb niet gevoetbald. En het politiebureau ligt daar aan de voet van die township. Ja. Maar daarbinnen, jongen, je schrikt je een ongeluk. Je weet dat het bestaat, maar kartonnen huizen en golfplaten. En hoe woonde hij dan bijvoorbeeld? Hij echt zo, gewoon precies zo arm als je het kan voorstellen. Gewoon een kartonnen wand en een paar golfplaten en één heel klein vies tweepersoonsbedje waar dan twee kinderen slapen. En dan op de grond klappen ze nog een ander soort laken neer waar dan alle andere neefjes kunnen slapen. En zo zag alles eruit. Mm. Maar camping vibe daar. Dus hij liep rond en iedereen groet elkaar en daar wordt gebarbecued en daar drinken een paar Somaliërs een biertje. En die kinderen die spelen overal. Dus het was ook nog heel gezellig ergens. Maar het bijzondere was dat hij liet me zeg maar zien waar het krot was waar hij woonde. En dat heeft een fantastisch uitzicht, namelijk op een heuvel waar die grote villa's liggen. En dat is zijn uitzicht waar hij gewoon elke dag mee wakker werd. Waarop hij, en dan je gaat het heel goed begrijpen, waarop hij vertelt van je gaat die mensen haten die aan de overkant wonen. Sterker nog, je gaat ze beroven. Want je hebt niks en je ziet om je heen alleen maar armoede. En daar hebben mensen grote huizen met hekken eromheen en Porsches voor de deur en flessen wijn en weet ik het allemaal. En je gaat gewoon begrijpen van ja, op een dag trek je erop uit met je vrienden en je gaat die mensen beroven. En later vertelt hij heel mooi of hij is neergestoken in het ziekenhuis beland en alles. Toen is zijn leven gaan overdenken. Mm. En toen heeft hij gedacht, weet je wat, ik moet niet meer boos worden op die mensen aan de overkant, maar ik moet het als motivatie gebruiken ik wil ook ooit daar wonen, op die heuvel er tegenover. En hij is gaan studeren en alles. En hij is nu een beetje de leader of the community aan het worden. Maar dat was met afstand de meest bijzondere wat we gedaan hebben. Wordt dat nergens ongemakkelijk dan? Omdat je zelf in principe eigenlijk ook... je had ook eens een huis kunnen wonen, bij wijze van spreken. Ja. Twee Porsches. De hele heuvel. Het zou natuurlijk kunnen dat die mensen daar zeg maar, op dezelfde manier naar jou kijken. Ja, dat kan, natuurlijk. Ja. Ja. Maar daarom, ja, ik waak er een beetje voor. Want ik wilde graag iets van die township zien. Maar het is ook een beetje ongemakkelijk om met zo'n bus en dan daar foto's van te maken. Ja. Dus je snapt het ook wel. Ik heb dat niet gedaan, man. Nee, omdat het ongemakkelijk is, toch? Maar... Ja, ik vind dat echt... Ik had daar het ongemakkelijk. Ja, dat snap ik. Maar nog wel keer 10, zeg maar. Ja, maar goed, die jongen, hij leidde ons zeg maar gewoon rond, weet je wat. Op een of andere manier, het was niet een georganiseerde tour van GoGo Tour, zeg maar. Anders. Nee, maar ik ben ook zeg maar via teamgenoten ben ik wel op die plek geweest. Ja. Maar dat is veel persoonlijker het is misschien wel goed om te zien, zeg maar, wat het verschil is. Ja, man. Maar ik vind dat als je vandaan komt waar wij vandaan komen. Ja. En je gaat dan zeg maar op vakantie naar Zuid-Afrika. En je gaat als soort van sightseeing ook nog even naar de township. Daar heb ik wel echt een raar gevoel. Ja, klopt. Maar wat ik ook een beetje raar vind, is dat je daar 2 weken op vakantie bent en dat je je volledig onttrekt aan wat er echt gebeurt. Ja, dat dus dat ook. Je alleen maar zeg maar route langs de safari en de tuinroute en de walvissen en de wijngaarden. Dus daar, ik vond het voor een combinatie voor een dag wel een iets. En ook om gewoon te erkennen dat gewoon 20% van de wereld of zo woont op zo'n manier. Dus ja, dat en dan kom je gewoon nooit. Vaar nog een lekker weekendje weg of iets, vakantie genoten, wat heb je gedaan? Ik was ook 2 weken vrij, maar ik had nog cursus, dus ik kon niet weg. En we gaan verhuizen, dus dat schoot allemaal niet op.
Dus we zijn een weekendje naar Vierhouten geweest. Zo, kan ook maar mooi zijn. Dat kan zo mooi zijn. Flink uitgepakt. Ja, dat is fantastisch, man, daar. Wij gingen daar vroeger met mijn familie, gingen we daar ook altijd heen op vakantie. Dus echt prachtig daar. Hoe ziet een weekendje Vierhouten eruit met de familie van Arne? Ja, gewoon met z'n viertjes in een soort hutje in het bos zitten we dan. En dan gaan we lekker wandelen en met Joep op pad. En we zijn in het pannenkoekhuis geweest en weet ik het allemaal. Dus ik kan mij niet gelukkig maken. Oh, mooi, ja, nee, ik ga het niet zeggen. Maar, er zitten daar dus wolven ook, hè? Oh, zitten nee, joh. Oh, ja. Ja. Ja, dus er zitten daar ook nog wolven. Dus het is ook nog zelfs een beetje gevaarlijk. Oh, nee. Daar zou je daar niks bij. Maar Vierhouten is echt fantastisch. Echt een mooie plek. En het is dat ik het nu al heb gezegd. Dus ik kan hem dadelijk niet meer gebruiken als aanrader. Maar, lekker weekendje weggaan met gezin. Ja, nou, was hartstikke leuk. En die meisjes, die kleine meisjes, die vinden dat heerlijk in de bos. En Joep ook. En Marlon ook. Mooi man, pak je toch even mee. Ik begon mijn vakantie met mijn operatie, met die ablatie wat ik vorige podcast heb verteld. En ik wou het toch even mededelen, want ik heb dat nog nooit meegemaakt zo in het ziekenhuis. Maar ik was gespannen, heb ik jullie verteld van tevoren. Maar ik was echt mega onder de indruk van dat werk in het ziekenhuis. Ik weet niet of jullie wel eens een operatie hebben gehad en een nachtopname. Maar ik zal verdelen, je kon gewoon in zo'n operatiekamer. Je bent een beetje gespannen en zo. En er allerlei schermen en snoeren en tv-schermen. En er lopen 8 man rond. Ik had geen narcose, dus je bent gewoon bij. En het enige wat ze deden was een klein sneetje in mijn lies maken. Waar ik wel, verdoofd was. Mm. En dan gingen ze met 3 slangen en daar zit dan een cameraatje in naar binnen. En ze nemen gewoon volledig je lichaamsfunctie over. Had je zo'n doek zeg maar er wel ervoor of niet? Nee, eigenlijk niet. Maar ik kon niet echt meekijken. Ik had ook niet chill gevonden. Maar ik voelde me gewoon, je wordt gewoon gereduceerd tot een apparaat zeg maar. Alsof je een auto bent waaraan iets mis is. En dan geven ze een beetje gas bij en drukken ze op de rem en nog een keer gas om te kijken waar het misgaat. En daar draaien ze zeg maar een schroefje aan of een schroefje los. Zo voelde het. Maar ik was nerveus en weet je, van het was best wel spannend ingreep. Maar ik kwam in een soort van eigenlijk in een staat van verwondering van wat fucking ziek dat ze dit kunnen. Dus met terugwerkende kracht ben je blij dat je 2 jaar geleden een minuut lang hebt staan klappen met heel Nederland. Ja, dat hebben we nog gedaan trouwens. Ja, daar zijn ze kwaad over, jongen, die verpleegkundigen. Dat hebben we ook nog een keer gedaan. Daar vinden ze. Ik heb het daar ook over gehad. Hè, maar je had heel chill verpleegkundigen die je gewoon een beetje comfort biedt, zeg maar. En die vertelde inderdaad ook. Nee, leuke fan. Richard, als iemand hem kent, hij heeft me echt doorheen gesleept. Maar die mensen zijn kwaad, jongen, over dat klappen. Van ja, fuck af, betaal ons gewoon fatsoenlijk. En rot op met je geklapt. Denigrerend vonden ze het, zeg maar. Ik was wel echt onder de indruk van hoe ze daar te werk gingen. En één ding, ik zie hier dat AA isolemmetje staan. Ze moesten mijn hartslag, zeg maar, kunstmatig ophogen. Heel benieuwd wat er nou gaat komen. Je hebt een infusie en dat gaat met medicatie. Uh-huh. En ik ben sporter, dus het was best wel lastig om mij op een heel hartslag op een hoog niveau te krijgen, omdat je getraind hart hebt. Dus dan kreeg ik eerst een shot medicatie, maar dat werkte niet genoeg. Mm-hmm. En je hoort die mensen de hele tijd met elkaar praten natuurlijk, want je bent gewoon bij. En toen zei die dokter, we gaan nu het grove geschut inzetten. En dat grove geschut, dat heette, geloof het of niet, ISO. Nee. Isolemmen. Ja. Dus ze zeiden de hele tijd, oké, we gaan ISO opvoeren naar 20, we gaan ISO opvoeren. Hier kan ik wel eens immuun voor zijn. Dat tik je iedere week 2 liter. Toen ging mijn hart toch tekeer, jongen. Dus toen, ISO heeft mij uiteindelijk op een niveau gebracht dat het heeft geslaagd. Dus ik heb een overdosis aan isolemmen binnengekregen. En ik kon tevreden naar huis. Maar het zieke is, dus er gebeurt er van alles en je ligt daar zo. En het enige wat je er nu aan overhoudt, 2 weken later, is een mini sneetje in je lies. En verder... Ja, want je bent de dag daarna gewoon rustig naar huis gegaan. Je voelt... Ja, ik moest oppassen. Voelde je iets in je hart eigenlijk? Wat voel je dan? Ja, iets... ze branden het gewoon. Maar gewoon een gevoel wat je niet kent. Want je weet niet hoe je hart voelt van binnen. Maar je moet wel even je tanden bijten. Ja, gewoon een soort... Ja. Zeg maar, ken je maagzuur, maar dan een stuk steviger eigenlijk. Maar het was net op een punt dat ik dacht... Ze vroegen steeds van, wil je pijnstilling hiervoor? Maar het was net op een punt dat het te doen was. Maar wel een kutgevoel, man. Geen kwartje... Dat was lekker geweest. Dat was lekker geweest. Daar had je ook je hartslag mee op kunnen doen. Dus dat is gebeurd. Maar eigenlijk gewoon een shout-out naar het ziekenhuis. Applaus voor de zorg. Oké, dan leuke dingen. Het WK. Ik ben best wel veel aan het kijken. Hey, jullie ook, man. Ja, hè? Ik ook, ja. Ik wil niet zeggen dat ik in één keer tactisch wonder ben geworden, maar ik heb wel een beetje plezier in het voetbal kijken teruggevonden. Is er iets waar je met het meest plezier naar hebt gekeken?
Ja, we hadden het in de laatste aflevering was dat denk ik. Of het was met Gijs de Jong. Had ik het over een aantal keepers op het WK. Ja. Maar je hebt ook dat Mexicaanse fenomeen, die Ochoa. Ochoa, ja. En die had dus nu ook weer zo'n actie. Dus hij pakt een penalty. Ja. Maar er was ergens op social media, hadden ze beelden gedeeld. Mm. Van hoe daar volgens mij was het in zijn thuisstad of zo. Op school in Mexico werd gereageerd. En dat vind ik echt, dat is wel het mooiste gewoon aan zo'n WK. Hoe werd gereageerd? Ja, man, je zag zo'n soort van open speelplaats. Zo. Ik denk dat er echt honderden kinderen zaten. Ja. Hij pakt die penalty en gewoon... Het gaat daar los alsof ze allemaal net €1 miljoen begonnen. Ja. Dus dat was voor mij tot nu toe wel wat... Ja, ik keek eens in Zuid-Afrika en Zuid-Afrika doet niet mee. Maar Afrikanen zijn voor Afrikanen, zeg maar. Ja. Viel me daar op. Dus ze zijn met alle plezier voor Ghana, voor Senegal, voor Cameroen. Die doen geloof ik ook. Nee, Cameroen doet niet mee. Ja. Ofwel. Ghana, Senegal, Cameroen. Maar en toen dacht ik, dat herkennen wij Europeanen toch niet? Wij zouden toch nooit voor Tsjechië of voor Duitsland of voor Italië juichen als Nederland niet meedoet. Dus, echt juichen gewoon. Ja, echt juichen. Ze zijn echt voor Ghana of voor Senegal. Nee, maar, uit Somalië of uit Zuid-Afrika komen. Maar dus zo'n wedstrijd, daar wordt bij wijze van spreken gewoon hetzelfde beleefd. Als ja, dat weet ik ook niet. Maar ze waren echt trots, echt trots op dat Ghana het goed doet bijvoorbeeld. Of wat dan ook. Ja, Afrika is wel zo'n soort van meer... Er is een Afrikaanse cultuur. Dat bestaat gewoon. En Europese cultuur. Ja, dat is ongetwijfeld ook wel. Maar volgens mij zijn Afrikaanse landen ook vrijwel nooit echt succesvol geweest op een WK. Dus daarom is het misschien ook waarom ze het elkaar zo gunnen. Maar ik vond die goal van... Cameroen was dat toch? Aboubakar. Ja, die lop. Ja. Die heb ik wel gezien. Ja, die was goed. Dat is echt mijn hoogtepunt van dit WK. Wat een schandalige lop, zeg. Heb je eenmaal doorgekregen wat er gebeurde? Ja, hij kapte hem uit half en hij lopte hem echt heel hoog de lucht in. Ja. Maar is er nog meer gebeurd? Weet je waarom? Nee. Hij dacht dat hij buiten spel stond. Oh, hij dacht gewoon nee, joh. Ja, tenminste. Oh, ja. Hij dacht dat hij buiten spel stond. Want dat zouden wij zo op de training ook doen dan. Ja, gewoon, maar je staat... Ja, je gaat alleen op de keeper af en je weet van... Ja, ik sta buiten spel, dus dan... Hij is keer eigenlijk geel kaartje nog. Ja, hij liep gewoon weg, zeg maar, alsof er niks was gebeurd. Hij schrok er ook van, hij scoorde eigenlijk. Ja, toen uiteindelijk, zeg maar... En die grensrecht stond ook gelijk met zijn vlag omhoog. Ja. En toen bleek uiteindelijk dat hij dus geen buitenspel stond. Lekker. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt mooi. Over diezelfde... Dat is Cameroen, toch? Ja. En daar is het Onana ook. Ja. Ik heb nog nooit zoiets gezien wat hij deed. Ja. Maar is het nu... Ze daar ook niet. Dus toen is hij uit slecht. Maar is het voor de mensen die het niet gezien hebben... Ja. Hij krijgt... Het is echt ongelooflijk. Ik zag het volgens mij eergisteren pas voor het eerst. Een back heeft de bal en hij schakelt zich... Onana schakelt zichzelf in de opbouw. Maar voor zijn eigen centrale verdedigers... Ja. Om de bal daar te ontvangen en een poging te doen om het spel te verdelen. Volgens speelt hij hem gewoon breed, geloof ik. En, ik zag inderdaad een foto waar hij een soort van de driehoek compleet maakt. Op het middenveld. Dat heb ik nog nooit gezien. Wat gaat dan in je hoofd om? Ja, ik denk gewoon dat hij zichzelf een zoveel betere opbouw vindt, zeg maar, dan de rest van die ploeg. Ja. Dat denk ik, doet zelf wel. De man kan ook goed voetballen. Ja, gruwelijk. Heb je die van België ook gezien met die mol? Met Courtois? Nee. Daar is blijkbaar iets in de kleedkamer gebeurd. Een vechtpartijtje of zo tussen Vertonghen en Hazard. Mm-hmm. En dat is naar buiten gekomen. Die zijn elkaar toch kussen ook, die twee? Of was dat niet? Dat was toch de bedoeling? Dat waren toch Vertonghen en Hazard ook? Ja. Die zijn op de vuist gegaan. Dus met zouden gaan tongen. Ja, als statement toch? Of was het een grapje of iets? Maar ik heb het wel. Oké, maar toen zag ik knokken, ja? Ja, die zijn na de wedstrijd blijkbaar is naar buiten gekomen dat zij ruzie hadden. Dat Lukaku ze uit de kamer moest halen. Daar kom je denk ik ook niet makkelijk meer omheen. Nee, dat is prima beveiliger, zou ik zeggen. Dat is wel gelukt, En nu had ze, volgens mij was Courtois zo, die zat in die persconferentie en die zei van ten eerste, het klopt niet wat er gezegd is. En die had ook gezegd over een mol en zo. Maar er was wel een mol. Mm-hmm. Ja, ik weet niet zeker of het een mol was, maar en als die mol zeg maar... loop je wat te lekken, zeg jij. Ja, als er een lek is en als het dan buiten komt wie het is, dan zijn ze dagen bij het nationale team wel geteld. En dan zei hij, hoeft geen speler te zijn, kan ook iemand zijn die... Maar dat klopt toch niet, zeg maar, dat iets naar buiten is gekomen, mm-hmm. wat niet klopt. Dat klopt niet, Dat je dus wel onderkent dat er een mol is. Ja, dan klopt het dus wel wat er naar buiten is gekomen. Of het is een hele slechte mol. Anders weet je toch niet dat het een mol is. Nee. Nee, want anders heeft hij dus... Nee, want dan heeft hij niks gelekt. Dat zijn mooie dingen om even mee te pakken. Netjes. Ik heb genoten van het centrum van Brazilië. Ik weet niet of je daar wat van hebt gezien. Marquinhos en Thiago Silva zijn echt ongelooflijk goed. Dat wil ik even zeggen. Dat is het ene. En het andere is, dat gaat over... Ik zag Reza Ghoganejad bij de NOS. En je had het gaat wel over statements. Ja. Statements toch, de afgelopen tijd. En Iran had natuurlijk een sterk statement... wat een hele andere oorzaak had. Namelijk wat er aan de hand is in dat land. Door niet mee te zingen met het volkslied.
En toen vertelde die Reza, die is natuurlijk goed ingevoerd, want die heeft er ook gespeeld en zo. Is ook een mol. Dat de jongens uit het team hebben gezegd dat er gewoon, laat ik zeggen, afgevaardigden van het Iraanse regime in het hotel zijn geweest. Om te zeggen, boys, jullie gaan gewoon meezingen met het volkslied. Geen statements, geen foto's, geen andere flauwekul. Want anders geef je allemaal gewoon lekker het gevangenisje in als je thuis komt in Iran. Dat dat is wel, zeg maar, de vraag is, wordt wel eens geopperd van, zijn voetbal en politiek gemengd met elkaar? Maar dat is daar natuurlijk wel even aan de hand. Dus ik schrok er echt van toen hij dat zei. Dus dat eigenlijk. Ik vraag me af hoe dat dan gaat, man. Of je dan gewoon met z'n allen even voor een soort teambespreking bij elkaar wordt geroepen. Ja. Dat er dan de geheime dienst of zo voor je staat. Ga je toch zingen? Ja, zei te schreeuwen daarna ineens. Dat is mijn brillen. Ja, maar was wel heftig. Maar je zag ook na, ze waren uitgeschakeld. Ja. Een paar gasten waren zo emotioneel. Ja, dat kan natuurlijk omdat je uitgeschakeld bent. Ja. Maar dat leek wel iets meer te spelen dan... Natuurlijk. Maar ook die wedstrijd tegen USA, wat daar allemaal al gebeurd is omheen en gezegd is. Het is natuurlijk bizar. Ja. Ik denk als voetballer ben je natuurlijk helemaal niet meer bezig. Nee. Met wat bedoel je? Nou ja, dat, zeg maar, die controverse rondom die wedstrijd. Ja, klopt. Ja, maar het werd daar zo echt... Als voetballer interesseert je dat. Nee, maar wat er in hun eigen land is gebeurd, interesseert die voetballers wel degelijk. Want dat spreekt zich nogal tegenuit, zeg maar. Ja, man. Oké. Iemand verder nog het kwijt? Nee. Kleedkamer 1 journaal. Ja. Dan gaan we nu dus voor het eerst naar... Het Kleedkamer 1 journaal. Oh, spannend. Wat is dat? We hebben, heb jij bedacht, hè, manager? Doe ik geen uitspraak over. De redactie heeft hard gewerkt om de hoogtepunten uit Kleedkamer 1 te verzamelen. En we hebben gewoon een speciale nieuwslezer gevonden die dat gaat voordragen. Het is geen Dionne Staks, maar... Het scheelt niet veel. Goedemorgen en welkom bij het Kleedkamer 1 journaal van vrijdag 2 december. De introductie van Fokkerts column, inclusief pikante details van de privélevens van vriends en vaar, heeft een hoop stof doen opwaaien in Kleedkamer 1. Intern is er positief op gereageerd. Zo schreef Mark Nuggemans dat vriends hier een puntje aan kan zuigen met zijn introotje. Maar niet iedereen was het daarmee eens. Zo schreef T. Verhaar dat hij het gevoel had dat hij via deze column naar de uitgang werd gedirigeerd. Dan nieuws uit de contenthoek. Na onder andere beelden van Piet de Visser over een jonge Messi, Denzel over rondootjes bij het Nederlands elftal en een 1-op-1 podcast van Fokkert met zijn kameraad Branko van der Bomen, zal er vanaf nu tijdens het podcastseizoen wekelijks een verlenging volgen in de Kleedkamer 1. Bronnen vertellen ons dat de verlenging een extra mini-aflevering zal zijn. Wauw! Komt dat zien, zou ik zeggen. Ook de inbreng van de Kleedkamer zelf was niet mis, Nilaatje. Al wekenlang toont Brenda Hoekstra zich de natuurlijke leider van de Kleedkamer door charismatisch discussies in goede banen te leiden. Al kon zelfs Brenda niet voorkomen dat Björn van der Weijden Fokkert betitelde als een geil mannetje, nadat hij een foto van hem en Laura had gedeeld in de chat. En is de man die zichzelf Boularus van het Binnenhof noemt, de echte Farid Azarkan? Dit raadsel van Kleedkamer 1 is nog niet opgelost. Dit was het Kleedkamer 1 journaal voor nu. In de show notes kan je vinden hoe je erbij kunt zijn als je dat graag zou willen als basisspeler of als zoontje. En we hopen je snel te verwelkomen. Dan gaan we naar iets anders nieuws. Een klein rubriekje. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in het reilen en zeilen in de rest van de wereld. En zeker Fokkert heeft nogal wat vrienden gemaakt. All over the world, overal. Tijdens zijn voetbalcarrière. Dus wij hebben een leger aan correspondenten verzameld die onze ogen en oren zijn in de rest van de wereld. Goed woord, grapje. Ja, ik vind jou sowieso altijd wel taaltechnisch totaalgevoel. Sterk. Die ons eens gaan vertellen wat er allemaal speelt in de rest van de wereld, omdat wij daar niet komen. En de eerste is onze grote vriend, de bomber van Breda, Alex Schalk. In welke taal? Dat is de vraag. Die hebben we even gebeld. Lexi, yes. Ohio. Yo. Ja, Ohio. Hoe is het, man? Genki. Ja, Genki zeg je dan. Ja, nee, lekker. Nu in terug in Nederland, hè. Zoals ik net al zei. Ik heb daar 8 maanden gezeten. Het was een hele ervaring, ja. Urawa Red Diamonds. Ja. Een van de grootste clubs in Azië, eigenlijk. Dus ik viel met neusje in de boten. Maar wat ik zeg, fantastische grote club. Qua aanhang ook fantastisch. Mooi stadion. Ten noordoosten van Tokio. Het leven daar was ook gewoon fantastisch. Tokio lag op een minuutje of 30. Met de auto of met de openbaar vervoer. En
daar was ik met mijn teamgenootjes vaak te vinden. Lexi, jij bent onze correspondent, onze oren en ogen in Japan. Nou was er afgelopen week weer in het nieuws, dat hebben we al vaker gehoord. Dat gaat dan over de brandschone kleedkamers die Japanse spelers achterlaten. En ook de supporters schijnen de tribunes tot in perfectie achter te laten. Ik zie zelfs origami in de kleedkamer. Ook dat nog. Wat is jouw ervaring daarmee? Ja. Ja, wat Maarten zegt, die origami, die heb ik zelf nog niet heel veel tegengekomen. Dus dat is wel iets wat ik eigenlijk nu ook voor het eerst zag. Maar verder inderdaad de discipline, vooral, kijk, schone kleedkamers is sowieso, hier wordt alles opgeruimd, alles netjes voor de volgende dag. Alleen, met name de discipline, hè, die is heel herkenbaar. Japanners zijn heel gedisciplineerd. Het komt met name uit hun opvoeding natuurlijk. Tegen meerdere wordt geen tegenwoord gezegd. Als een trainer zegt of iemand ouders, een ouder die zegt van je moet van A naar B, dan wordt er van A naar B gegaan. De discipline is hier ijzersterk. En daarom zie je dus eigenlijk ook, wat me opvalt, is dat er best veel Japanse spelers die dan in Europa spelen, die spelen dan in de Duitse regio. Oh, sorry, ik word even gebeld. In de Duitse regio. Omdat daar natuurlijk de discipline wordt geëist. En ze zijn zo gedisciplineerd. En dat is wel echt iets wat mij dus echt, waar ik van sta te kijken ook. Ja. Maar ik heb jou, we hebben een tijdje bij Goat Eagles samen gespeeld. Ik heb je nog nooit een papiertje van de grond zien rapen. Ben jij inmiddels Ben jij inmiddels geïnspireerd door de Japanse schoonheid? Ik vind het een beetje matig wat jij nou aan het doen bent. Mij zo voor het busje gooien hier zo. Nee, ik moet zeggen, natuurlijk, altijd netjes. Zo ben ik ook opgevoed. Alleen niet zo extreem. Nee, tuurlijk niet. Ik laat mijn slippertjes daar, liet ik in het begin ook wel eens lekker op de vloer voor mijn stoeltje staan als ik dan wegging, weet je wel, natte slippertjes uit de douche. Maar ja, dan weet je toch met, hoe moet je dat zeggen, weet je toch even aangekeken van hoe is het? Zou je die niet eens even afdrogen en netjes in je laadje leggen? Weet je wel, zo. Ja, tenslotte Lex, jij bent, even één ding nog, moet ik even recht zetten. Want als het goed is, heb jij het verhaal in de wereld geholpen. Dat ik ooit in de kleedkamer gezegd zou hebben tegen Sandro Schenk of zo, dat ik een tonnetje erbij kreeg, of weet ik veel, dat ik een tonnetje zou gaan verdienen. Jij moet wel even erkennen dat je dit verhaaltje duim hebt gezogen, toch? Nee, luister, dat is het is geen grapje, hè? Je hebt het zelf gezegd, pikkenbaas. Maar, waar was dat? Wat was de situatie? Nee, wij was einde van het seizoen. Wij waren gedegradeerd. Ja. Ja, hij weet het nog, zie je wel. Vertel even gewoon, stap voor stap. Hij weet het wel. Hij is mooi, schitterend. Nee, wij waren natuurlijk einde van het seizoen, zat erop, en waren gedegradeerd. Ja, die club moest gaan herbouwen. Ze wilden natuurlijk dragende krachten wel houden voor de club. Hè? Een dragende kracht, Bart Vriends, uithangbord van de club. is helemaal logisch natuurlijk ook. En weet je, we hadden zo'n kerngroepje. Hè? Vriends, Schenkie, Cummins, keepertje toen. Ik. Gewoon een paar gasten zaten wij in de, noem je dat, kantine, noem ik het maar eventjes, naast de biljart. Lekker op die stoeltjes daar zo, hup. En toen werd er ook gesproken van, ja jongens, wat gaat er gebeuren? Wie gaat er blijven? Wie krijgt er wat aangeboden? Hoeveel krijg jij? Dit, dat, zus en zo. En vriendje die kwam net terug van zijn gesprek. Dus hij had helemaal een lach op zijn gezicht. Ik denk, godverdomme, die heeft godverdomme, miljoenen krijgt hij. Dus wij natuurlijk met z'n allen een beetje overleggen. En ik zeg tegen vriendje, ga je bijtekenen? Hij zegt, ja, denk het wel. Ik zeg, wat hebben ze aangeboden? Een tonnetje, zegt hij. Ik geloof hem 100%. Hij loopt uit zijn nek, maar dat weet je zelf ook. Ja, is echt. Dan kan ik zweren op mijn dochter. Hey, wanneer kunnen we je Schotse broer weer te spreken krijgen? Ja, die zit er ook nog wel in. Hè? die zit er nog Schots, in? Schots, uh, Schots, uh,
Schots moest ik heel snel afleren, want daar was ik zelf ook niet heel trots op, moet ik zeggen. Zit hij niet toevallig bij je beta? Nee, die zit er niet bij. Nee. Nee. Al die ponden wel die ik mee heb genomen, die zitten er wel. Okay. Lex, bedankt voor de update, man. We zijn weer bijgespijkerd. Ja, top man, jongens. Dankjewel. Hè. We hebben uiteindelijk toch nog een teken van leven gekregen. Van de Schotse broer van Alex Houk. Gelukkig, daar is hij. Toch vlees. All right, Lexi boy. Are you looking forward to the League Cup final, my friend? Definitely, yeah. I think my biggest game so far in my career, so that would be fantastic, eh? Lexi, is this the biggest game of your career? Yeah, so far, biggest game. I've never played semi-final National Cup, so I'm looking forward to it and I'm buzzing to play in that game. I hope you guys come with the biggest amount of fans that Ross County's ever seen in a cup game, and I hope you all enjoy it and we get the cup for them, bring it home to the Highlands. Even in de ban van Oranje. Zijn we überhaupt te spreken over wat we tot nu toe gezien hebben van ons? Het is een grof schandaal, ouwe. Het is een grof schandaal. Geen passie, die mannen, niks. Heb jij je nee, voorgenomen? Dat is wat ik gewoon de hele tijd hoor. Heb jij je voorgenomen elke week? Het is een grof schandaal, ouwe, te zeggen. Ik denk wel dat je hard weg bent. Ja. ik heb die wedstrijd tegen wie was het? Die wedstrijd voor Qatar, die we gelijk speelden. Ecuador. Zat ik de hele wedstrijd naast Seun. Ik denk dat het echt voor mensen heel leuk zou zijn als je gewoon hem, zeg maar, en als commentator. Ik hoorde dus, want je zat. Oeh, hij sloeg over. Oh, nu hoor je het zelf ook. Zo is heel heftig was die. Jij was bij FC Afkik gekeken, bij Club Atelier. Ja. Maar jullie zaten achter de schermen samen met Seun. En er was nog een andere persoon bij, niet nader te noemen. Maar die heeft twee keer iets geprobeerd te zeggen over die wedstrijd. En die is zo afgebrand door jullie twee, dat hij gewoon niks meer heeft durven zeggen. 40 minuten lang. Kan je het baan? Ik kan me niks meer voorstellen. Lag het aan de Seun of aan jou? Het lag sowieso aan de Seun. Ik zeg eerlijk, ouwe. Het is een godsgenaam. Het was een gezellige avond. Maar jij vriend, wij hebben serieus te kijken. Ja. Wij hebben een stukje in Nederland gekeken. Ja. En jij loopt altijd af te geven op mensen die kritisch zijn. Klopt, dat spelers. Regelen, ja, klopt. Maar jij hebt toch... Jij hebt een bepaalde speler gewoon alleen maar lopen vuren de hele tijd. Ja. Jij zegt, mag die niet zeggen. Nee, ja, hij zei dat tijdens de wedstrijd. Virgil van Dijk. Niet zeg. Ja, ik heb inderdaad een hekel aan mensen die de hele tijd lopen zeiken. Je liep niet te vuur, hoor, trouwens. Die maar je had gewoon niks van en die zijn kuts en die zijn slecht en die hebben schande en alles. Maar ik vind Van Dijk wel matig spelen. En terwijl het gewoon in feite de beste of de tweede beste speler van Nederland zelf is. En waar zit het hem in? Nou ja, ik had het net over die Thiago Silva en die Marquinhos bijvoorbeeld. Die spelen zo, laat ik zeggen, gedecideerd en alles overtuigend. En nemen fucking veel initiatief aan de bal ook. En ik heb het idee bij Nederland dat Frenkie de Jong al initiatief naar zich toe trekt. En die neemt heel veel verantwoordelijkheid. Dus die haalt hem op, die dribbelt, die zoekt, die probeert. Gaat niet altijd goed, maar die neemt voor mijn gevoel alle verantwoordelijkheid. En dat zie ik, en Blind ook trouwens, vind ik. Ja, die neemt ook een hoop verantwoordelijkheid. Maar dat zie ik die andere drie niet echt doen eigenlijk. En Virgil van Dijk nog het minst. Terwijl het natuurlijk een fantastische verdediger is. Maar je zegt, het is een fantastische verdediger. Ja. Maar je beoordeelt hem nu, zeg maar, op het feit dat hij niet indribbelt en geen vrije mensen zoekt. Nee, maar ook in het verdedigen, in het doordekken, in het duelleren. Ik vind hem een beetje passief of zo. En ik moet ook erbij zeggen... Die andere twee wel, toch? Actiever. Ja, Ake is heel sterk, ja. Vind ik. Maar ik moet ook zeggen, ik zie te weinig wedstrijden van hem om te zien hoe hij bij Liverpool speelt. Maar ik heb toch het gevoel dat hij daar wat, laat ik zeggen, verneiniger is of zo. Dus dat eigenlijk. Maar verder, ja. Ik zit dan toch te wachten tot die Xavi Simons gaat inbrengen. Maar ik denk dat de rest van Nederland dat ook een beetje heeft. Heb je dat niet? Ja, je mist wel iets van creativiteit en voorin, vind ik. En ook middenveld. Maar ze hebben toch vanaf het begin, zeg maar, gezegd van ja, we willen een ploeg zijn die moeilijk te verslaan is. We willen een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen. Nou, dat is ook precies wat ze zijn. Dat zijn ze wel. En ze zijn ook heel die kwalificatie. Hebben ze eigenlijk, ja, op die goal tegen Polen na natuurlijk, die fantastisch was. Hebben ze niet echt gedomineerd, zeg maar. Ja. Het is gewoon een beetje een counterploeg. Het is best wel bizar hoe kritisch, zeg maar, Nederlands over het algemeen zijn op het Nederlands elftal. Want je hebt 7 punten, je bent door. Ja, maar als je met z'n allen roept van we gaan er 1 om wereldkampioen te worden, dan word je natuurlijk ook als wereldkampioen beoordeeld. En je zet het ook een beetje af tegen wat je gezien hebt van Spanje, van Frankrijk, van Brazilië en van wat is nog meer goed. Argentinië valt ook een beetje tegen. En daar steken we een beetje schril bij af toch op dit moment. Ja, man.
Ja, het gek is, ik vind dat wel een beetje iets Nederlands of zo, man. Dat ja, soms een beetje passief of een beetje apathisch lijkt het soms. Ja. Want als je naar Brazilië kijkt, ik vind het heel moeilijk om daar precies de vinger op te leggen wat het is. Maar het lijkt heel energiek. Ja. Zo, ik weet niet, man. Mensen lijken snel. Ze zijn actief. Ja, als, ja. Als een balletje ergens tussen valt, dan is het eerder een soort van dringen om wie hem gaat oppakken. Ja, ja, ja. In plaats van dat het allebei een beetje afwacht is van doet de ander het. En dat heb ik wel bij Nederland een klein beetje het gevoel. Ja, het zal misschien ook een hoop spelers niet helemaal. Ja, en het gek is natuurlijk ook dat het helemaal niks zegt. Want dat was in Zuid-Afrika misschien ook zo. Of bedoel je dat niet? Oh, ja, 100% ja. dat in Zuid-Afrika zo was. Ja. Ik weet nog wel dat ze toen tegen Japan speelden, geloof ik, en tegen Denemarken. Ja. En die wonnen ze wel, maar niet dik. Nee, volgens mij Japan 1-0 door het schot van Sneijder en Denemarken was of 2-1 of 1-0. Mm. En toen uiteindelijk onze, of was het Denemarken misschien de laatste. Ze hadden in ieder geval de eerste wedstrijden gewonnen. Dus het zegt allemaal niet zoveel. Volgens mij zijn degenen die altijd heel ver komen, zijn altijd de ploegen die wel een beetje struggelen in het begin. Maar Het kan nog. Moeten we trouwens die Noppert opgeven voor een soort psychische test of niet? Wat is er aan de hand met Noppert? Ja, het is toch waanzinnig dat jij met zo weinig ervaring... die gast lijkt gewoon totaal onbewogen, man. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo overkomt, maar ik let daar dan wel een beetje specifiek op. Maar ik vind het echt ziek, man. Ik vind hem echt gewoon met... vertrouwen uitstralen. Maar hij kiest bijvoorbeeld af en toe een bal in één keer te spelen. Maar echt kieshard door de midden. Ja. Is ook wel eens één keertje dat het niet helemaal goed uitpakte. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld bij een stand van 0-0 of 1-0. Dat ik denk van tering, maar je zit echt... Jij bent niet bezig, zeg maar, met... overleven. Ja, letterlijk dat. Ja, je bent niet bezig om te overleven of om gewoon te zorgen dat je aanhaakt voor bij het niveau. Maar je bent gewoon echt aan het leveren. Gewoon aan het spelen. Gewoon zelfs niet als je bij je leveren, zeg je. Leveren. Fokker van Gaal. Die zegt er ook leven. Ja, je leveren. Moet leveren, anders... Ja, dat doet hij wel, ja. Maar ik vind dat wel... ik zou het bijna gewoon een onderzoek waard vinden, man. Hoe kan het dat je met zo... Dat zei Ulte toch, of ik weet niet of dat de podcast uiteindelijk gehaald heeft, kan ik me even niet herinneren. Maar die had het voor over, zeg maar, je hebt altijd de ideale schoonzonen en degene waarvan iedereen vindt, zeg maar, dat zijn perfecte teamspelers. Mm. En de jongens die altijd alles goed willen doen en luisteren naar jou als trainer. Dus, waarvan je soms zegt van ja, daar zou de elf van willen hebben. Alleen de valkuil daarvan is weer, zeg maar, dat die jongens heel veel nadenken dus en ook reflectief zijn. En dus aan zichzelf gaan twijfelen ook, dus onzeker worden. En dan heb je aan de andere kant heb je die gasten die altijd overal scheid aan hebben. Ja. En wat meer solistisch zijn en niet zo heel veel op hebben met teambelang. En ik denk voordat Noppert, zeg maar, bij Go Ahead echt goed ging keepen, dus, zei iedereen van ja, die gozer is gek. Iedereen die met hem heeft gespeeld, zeg maar, die ik ken, die zegt van ja, die gast was helemaal gek vroeger. Maar ja, dat zijn wel degenen die, zeg maar, als het even spannend wordt, zich daar niet door laten beïnvloeden. Ja, man. Dus dat geldt voor Bijlo volgens mij ook, ja. Denk ik. Dat lijkt me ook zo'n type die er weinig last van heeft. Ja, want die speelde ook, weet ik veel, was die 19 of zo of 20 en dan speelde hij in de Kuip. En dan leek dat inderdaad ook alsof hij bij Jong Feyenoord liep. Maar dat is wel iets waar ik gewoon eigenlijk nog steeds met verbazing... vooral die eerste wedstrijd, zal ik gewoon te kijken, dan zit je een beetje in te beelden hoe dat, zeg maar, voor hem moet zijn op zo'n moment. Ja. En hij is het gewoon letterlijk in, wat is het, een jaar, anderhalf jaar geleden speelde hij op een niveau waar ik, zeg maar, ook altijd heb geacteerd. Ja. Gewoon letterlijk in de belofte competitie. Ja, dat is ongelooflijk. En je kan gewoon het verschil, zeg maar, in druk, in mensen die naar jou kijken, in het belang wat ineens erachter zit over een bal die jij inspeelt of een voorzet waar je op uitkomt. Het is gewoon letterlijk niet met elkaar te vergelijken. Nee. En ja, ik ben daar ben ik echt door gefascineerd, man. Ja. Denk je dat het nog misgaat in het loop van het toernooi? Dat kan altijd, natuurlijk. Ja. Maar ja... Nee, ja, ik vind hem wel echt een steady indruk maken, man. Ja, ik vind een paar prima ballen, een paar goede ballen gepakt. Ik vind hem met voorzetten behoorlijk overtuigend. Hij heeft goede handen. Zeg maar. Hoe is hij uit de penalty contest gekomen eigenlijk? Ik hoorde slecht, man. Maar wie won dat dan? Is dat ooit bekend geworden? Want ik hoorde ook dat Pasveer heeft gepakt. Eentje had er geen zin in, dat was Krul, geloof ik. Ja, die is niet geweest. Hij had een kind gekregen, toch? Heeft er iemand wel iets tegengehouden? Ik heb geen flauw idee, man. Ja, zou bijna wel zijn dan, want anders... Sillissen was het waarschijnlijk ook niet. Sterk. Oké, man. Hebben jullie een oranje shirt thuis? Ja, man. Ik heb er eentje. Doe je hem aan ook? Tijdens een wedstrijd of iets? Nee, dat niet. Ik ben niet zo van dat. Maar ik heb er eentje van in mijn periode bij Jong Oranje. Kreeg je dan die shirts altijd mee. Maar ik kreeg altijd keeper shirts mee. Ja, maar die draag ik natuurlijk niet. Nee. Dus ik heb er eentje van Hans Hatenboer op de kop getikt. Ik zie nooit iemand in de stad met een keeper shirt lopen trouwens. We hadden vroeger een meisje op school. Die liep altijd in een Feyenoord keeper shirt. Hoeveel van die keeper shirts heb je? Nog drie of zo, denk ik, man.
Wat? Wij gaan zaterdag die wedstrijd kijken in een keepershirt van de Fokker. Ja. Dat is wel sterk. Ik heb sowieso nog een zwarte, gele en een, wat denk ik, een blauwe. Denk ik. Lekker, ja, netjes. De Edwin van der Sar tijden was dat, denk ik. Nee, iets later, man. Iets later. Okay, ik denk Stekelenburg. Jij, oranje shirtje? Nee, nooit gehad, maar ik had... Je had zo'n mooi wit-oranje, zo'n streepjestrui aan. Ja, klopt. Zeker. Maar ik had laatst, maandje geleden, een soort... Moest ik iets doen bij de KNVB voor een podcast. Toen kreeg ik het nieuwe Nederlands Elftal shirt toegestuurd. Dat is de eerste keer dat ik hem heb. Ik heb het nog niet aangehad. Dat is goed. Maar als we in de kwartfinale komen, ga ik wel even aantrekken. Denk ik. Van jouw favoriete Nederlands Elftal shirt? Mijn favoriete Nederlands Elftal shirt? Ja. Ja, die van, die van 2000. Met die zwarte rand. Ja. Dat is gewoon die oranje. Met dat zwarte broekje. Ik vind sowieso met zwart broekje vind ik altijd mooier. En dan hadden ze zo'n zwart kraagje, zeg maar. Niet echt een kraagje, maar een rand. Zo'n V. Ja. Die vind ik... Ik vond het uitshirt over die wedstrijd die we net hadden, dat van 2004. Die wedstrijd tegen Italië, denk ik. Dat witte shirt met een blauwe broek en een soort van roodachtige... Een rood-wit-blauwe ding. Met die, met die soort van punt. Erin. Ja, een beetje strak shirt. Ik vond die juist tegen Portugal. Dus dat was 2004, dacht ik. Want 2006 hadden ze met die, zeg maar, die rood-wit-blauwe rand volgens mij eroverheen. Die vond ik wel aardig. Ja, die 2008 heb ik kapot gedragen. Misschien haal ik ze allemaal door de war, maar die vind ik ook mooi. Ja. Of nee, 2004 was het. Ja, die had ik. Dat uitshirt had ik gekocht met kuit achterop. Ik ben een shirt kwijtgeraakt. Daar wou ik echt van. Kuit was vroeger echt mijn held, man. Nu nog steeds? Nu nog steeds. Je moet altijd achter je helden blijven staan. Ook als het even minder mensen gaat. Maar netjes. De mooiste herinnering aan Oranje. We hadden net al die 2004 periode even benoemd. Heb je iets anders? Ja, voor mij denk ik 2000. Dat EK in Nederland. Als we een keer Europees kampioen hadden moeten worden, was het dat jaar. Dat was een selectie. Hè? 2000. Ja. Nou, dat is te jong, man. Was tegelijkertijd mijn mooiste herinnering en het grootste litteken wat ik heb opgelopen. Die twee, drie penalty's die werd gemist. Die wedstrijd tegen Italië, die halve finale. Verschrikkelijk. Volgens mij was het een Gaal bondscoach, denk ik. Nee. Ja? Dat dacht ik wel, ja. Nee, Rijkaard volgens mij. Dat zou ook kunnen. Rijkaard was bondscoach. Dat zou ook kunnen, ja. Nee, ik is sowieso die twee wedstrijden waar we het net over hadden tegen Frankrijk en Italië. Ik woonde toen nog in Maasland, maar een klein dorp. En dat je in de zomer heb je altijd de feestweek, Sport en Spel heette dat. En dat was precies tijdens het was een EK, denk ik. Dus dan trok letterlijk het hele dorp uit. Daar naartoe, dan zat je met het hele dorp gewoon op zo'n gigantisch scherm die wedstrijd te kijken. Ja. En ik was toen dus ook nog in de leeftijd dat je helemaal uit je plaat ging als Nederland, zeg maar, won. Dat was in welk jaar? 2004 ook. Ja, dus wat was ik? Toen was ik 9 of 10. Ja. Ik vond dat echt gruwelijk, maar dat is mijn eerste herinnering dat ik weet dat iedereen dan bier in de lucht ging gooien, zeg maar, als je scoorde, hè, dat je helemaal dat was echt schitterend. 2000 was echt vet, man. Die volgens mij kwartfinale was dat, denk ik, tegen Kroatië of zo, of Joegoslavië. Joegoslavië 6-1. Ja, die was zo mooi. Maar toen speelde ook in Nederland, was echt niet normaal. Nederlands elftal, iedereen speelde of bij Juventus, of bij Milan, of bij Real Madrid, of bij Barcelona. Ja. Of bij, wat heb je nog meer? Chelsea. Kluivert was toen zo ongelooflijk goed. Ja. Kluivert, Bergkamp had je toen. Ja. Reiziger, was een tank, jongen, aan de rechterkant. Weet je wie linksback stond? Arthur Nieuwman. Ja. Elke tankie, hè? Ja, ja, die was ook mooi. Davids, dat is echt mooi, man. Ja. Toch zoiets als chauvinisme, vaderlandsliefde, dat... Hebben jullie daar iets van? Zeg maar, herken je dat, het gevoel dat je trots bent om Nederlander te zijn? Of dat je trots bent op het elftal of iets? Ik heb het met die jeugd in het land wel gehad, man. Dat ik echt fucking trots was de eerste keer. Ja, op jezelf. Ja, maar ook gewoon het feit dat je voor Nederland uitkwam. Ja, misschien is het toch meer trots op jezelf. Ja, maar eigenlijk. Ik bedoel meer, zeg maar, oké, als je ziet Portugezen en mensen uit Ecuador en Italianen, je ziet ze huilen bij het volkslied en schreeuwen en weet je, dat leven. Het Wilhelmus is wel om te janken. Het is ook gewoon helemaal geen leuk volkslied. Toch, het is helemaal geen leuk volkslied. Het is ook te hoog, vind ik. Het is te moeilijk te zingen. Dat is voor mij wel oké dan. Maar. Ik denk dat ze, als ze dat Wilhelmus... Met een kopstemmetje willen. Ja, ik kom altijd wel lekker uit de verf met mijn tijd Wilhelmus. Maar heb je niet het idee dat ze dat Wilhelmus een octaafje lager doen, dat we het makkelijker kunnen meezingen? Ja, en dat we ook meer volume durven te maken. Je kan het niet mee brullen. Dat kan niet, dat is te hoog. Ja, dat lukt niet. Dat lukt niet, ja, klopt. Ja, maar het is ook niet, een passievol nummer of zo. Nee. Of iets waar je echt even lekker van... Ja, maar dat komt daardoor, denk ik. Dat heb je goed... Ja, dat denk ik echt, joh. Ik probeer, hoe zou jij hem willen dan? Octaafje lager. Ja, hoe klinkt dat? Ja, gewoon hetzelfde, alleen dat we dat mannenstemmen kunnen... Ja, toch, man, ben ik... Ja, sukkel.
Maar jij heb je. Oké, we gaan het zo over Nederland, over je ervaringen bij Oranje hebben. Maar om te beginnen, zong je het volkslied uit volle borst mee? Nee, niet uit volle borst. Gewoon net omdat, wat je op tv ziet, toch? Omdat gewoon, je zong er wel mee. Maar omdat niemand dus schreeuwt of heel luid is, dan je hoort jezelf ook heel erg goed. Ja. En dat is best wel ongemakkelijk. Dus wat doe je dan? En je hoort ook degene. Je hoort ook die stemmen naast je. Dus je bent de hele tijd tijdens dat zingen. Je bent aan de ene kant vooral de eerste keer. Klopt. Je bent zenuwachtig, maar je bent ook trots. Maar je bent ook. Je bent heel erg bewust gewoon van je eigen stem. Je bent meer bewust. Ik heb ook meegemaakt. Nooit iemand geweest die dat een beetje. Zo voor de grap zo een beetje ging kutten. Ik heb het ook niet meegemaakt. Dat hoop ik wel altijd. Dat iemand gewoon een beetje loopt te kutten. Zeg wel maar. In de dugout heb ik dat wel eens meegemaakt. Ja, dat durven ze het wel. Dat durven ze het wel. Maar. Ja, jij hebt natuurlijk een beetje hetzelfde, maar dan iedere wedstrijd bij Sparta, met Sparta-mars. Ja. Dus veld oploopt. Ja, maar ik vind dat bij het hand in hand ook wel fijn. Vind ik wel dat vind ik wel leuk. Dat vind ik een leuke liedje ook, dat met Wilhelmus. Maar wat je ook hebt, zeg maar, als je hier bij Sparta, als je hier, we zitten nu in het stadion toevallig, als je op de bank zit, dan word je ook geacht om op te staan en te zingen. Maar als er dan één iemand serieus heel hard gaat zingen, dan wordt die echt meteen een kopje kleiner gemaakt. Of het is heel grappig bedoeld, zeg maar, dan is het grappig. Maar het is, zeg maar, niemand zou denken, zo, wat ver. Kijk, die Thomas heeft passie voor Sparta. Die wordt uitgelachen. Dat je bij Heerenveen heb je dat Fries. Maar dat heb je dus bij het Nederlands elftal ook, hè? Ja, met Fries Volkslied ook. Ja, dat denk ik wel, man. Denk je niet als Daly daar heel hard gaat zingen, dat die gasten denken, ik ben van de maaier. Wout Weghorst deed het toch een keer. Deed dat heel hard. Die ging volgens mij best hard meezingen en met zijn ogen dicht staan. Ja, en dan word je gewoon uitgekotst in Nederland. En terecht. Het punt is eigenlijk, waarom vinden wij de Nederlanders het vies om heel erg van ons land te houden? Ja, omdat wij hebben het helemaal gecultiveerd dat we nuchter zijn. Dus daar hoort dat niet bij. Oké. Denk je scherp. We hebben onszelf dat aangepraat. Ja, we hebben dat nuchter zijn en dat doen we normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat hebben we ons zo eigen gemaakt dat als iemand anders dat, zeg maar, niet doet. Waarschijnlijk wel. We vinden toch, iedereen vindt Wout Weghorst ook toch irritant. Ja, hoe die, zeg maar, hij speelt bijna als een Italiaan, soort van, met dat sleur en dat doen. En iedereen vindt dat irritant. Maar het komt toch omdat het niet echt oprecht is, zeg maar. Ja, weet je niet. Misschien is hij wel echt zo. Okay. Wat je ook nog hebt. En zeg maar, mensen die bijvoorbeeld op Twitter een Nederlandse vlag in hun naam hebben. En een tractor. Dat zijn wappies. Dat vinden we racisten of wappies. Ja, toch? Nou, maar dat is dus gek. Ik moet hier van de zomer aan denken. Ja. Een vriend van mij, die heeft net zoals Dickie een klein bootje. En dan ga je varen. En daar heeft iedereen. Sommige mensen hebben dat wel. Ja. En anderen niet. Maar die hebben zo'n vlaggetje achterop. En dan denk ik bij iedereen die stemt PVV. Ja. Terwijl dat is eigenlijk gewoon. Je moet toch een vlag op je boot hebben. Is het zo? Nou, dan kan Brett niet opgepakt worden. Want die heeft geen vlag op zijn boot. Nee, volgens mij moet. Ik dacht, ze waren racisten. Volgens mij moet dat, ja. We kunnen dat korpot vragen. Vlaggetje op zijn boot had. Goed. Jij hebt hier 100% ook over nagedacht. Nee, ja, ik weet het niet. Ik denk ook dat het is. Maar jij zegt dan dat we een beetje doen alsof we. Doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Maar zijn we niet gewoon zo? Maar ik voel dat ook niet echt, man. Voor Nederland. Nee, ik zeg voor Nederland. Maar Nederland zijn ook niet echt expressief over het algemeen. Waar Turken en Italianen wel heel expressief zijn. Dus we vinden het ook heel raar als Nederlanders opeens heel expressief gaan zitten doen. Maar als ik, zeg maar, voor mezelf kijk, dat gevoel wat je omschrijft, dat heb ik wel een beetje bij Rotterdam. Voor mezelf. Ja. Dus ik ben wel echt trots dat ik hier vandaan kom. Ja, maar dus niet per se. Trots op Rotterdam. Maar als ik ergens anders ben, dan heb ik dat niet over Nederland, zeg maar. Kan je geen moment herinneren dat je dacht, ik ben nu trots op Nederland? Nee, denk ik niet. Jij? Ik ben wel voor het Nederlands elftal, gewoon omdat ik natuurlijk gewoon voetballiefhebber ben. En dat soort van, je bent gewoon geïndoctrineerd, zeg maar, om voor Nederland te zijn. Ja. Dat slaat in principe helemaal nergens op. Nee. Maar dat is gewoon wel zo, toch? Ja, voor wie moet je dan zijn? Hè? Voor België? Ja, gewoon voor. Maar nu, ik bedoel, ik was vroeger ook Feyenoord, omdat ik uit Rotterdam kom. Ja. Maar als ik misschien in Amsterdam geboren was, dan was ik voor Ajax geweest. Dus het slaat allemaal natuurlijk echt, als je een beetje goed over na gaat denken. Het slaat allemaal nergens op. Maar, ik had wel die wedstrijd Nederland-Spanje, een jaar of wat was het, ik weet niet eens meer, die openingswedstrijd van die goal van Persie. Zeg maar. Toen was ik op vakantie in Kroatië met een Nederlands elftal shirt, dat gaan kijken. Geweldige wedstrijd zien. Toen ben ik wel de markt opgelopen met het trotsgevoel van deze. Toen heb ik je shirt niet uitgedaan op de markt. Ik heb het niet uitgedaan. Vond ik geweldig. En verder, Nederland, ik weet het niet echt. Dus met andere woorden, als we met 5-1 van Spanje winnen, dan ben je trots om Nederlander te zijn. Die specifieke avond voelde ik wel trots op het Nederlands elftal in ieder geval. Maar op het land zelf, dat is niet heel vaak. Echt totaal niet, man. Ik ben echt totaal niet trots op Nederland als land. Dat is ook weer lekker uitspraak. Maar heb je zelfs het tegenovergestelde? Dat je eigenlijk, dat je geneert dat je uit Nederland komt. Ja, nee, nog net dat niet. Dat je niet echt chill vindt om te vertellen dat je uit Nederland komt. Nee, dat heb ik niet. Okay. Maar het is niet dat ik, als ik zeg dat ik uit Nederland kom, dat ik daar trots op ben. Nee, of zo. Nee, nee,
Jij is er heel lang na te denken, man. Ja, ik zit denken, maar als ik, als ik zeg dat ik uit Rotterdam kom, heb ik dat wel. Nee, ik zit te denken dat toen ik op reis was. Het is niet per se iets dat je... het is best wel gek om uit te leggen waar het vandaan komt. Maar je bent niet heel trots dan als je zegt dat je een Nederlander bent. Maar jij hoeft het ook niet te zeggen. Bij jou nee, maar dat is vaak een ding. Peter naar je kop voor jou. Een Scandinavië hartstikke joh. Ga door, vriend. Het loopt helemaal uit de klauwen. Ik neem nog een slokje isolé. Ja, dan toch even... Ja, hier moet Thomas toch helaas afhaken. Deelnemen aan vertegenwoordigende elftallen. Heb je wel eens KNVB gespeeld? Hè? KNVB gespeeld? Nee. Ook geen regio elftal? Ja, ja. Ik ben een keer gescout bij MVV 27. Door, mocht ik een voorwedstrijd spelen voor KNVB. En niet gescout. Ben je bij MVV gescout echt? Ja, ja, ik ben twee keer gescout door de KNVB. Twee keer speelde ik uitwedstrijd bij MVV 27. Dus een vruchtbare grond voor mij. Sowieso, man. Hetzelfde. En toen, maar ik heb nooit gehaald. Oké. Maar ik heb wel een keer Nederland vertegenwoordigd. Of Rotterdam. Ja, Nederland was het. Op de EU University Games in Córdoba. Waar we als Rotterdam waren we Nederlands studentenkampioen geworden in de zaal. Waren wij zeg maar de afvaardiging naar dat toernooi. Dat was wel vet. Ja. Ja. Met een oranje shirt aan of wat? Nee, groen natuurlijk. Rotterdam. Rotterdam. Ja. Oké. Wat was je vraag? Oh ja, vertegenwoordigende elftal. Ik had even mond. Nee, laten we even schetsen hoe dat gaat. Nou, misschien, laten we even schetsen hoe dat gaat. Ja, begin jij. Als je echt het, zeg maar, een Nederlands jeugdelftal hebt, ja. De eerste keer, wat sowieso, waar je hart dan zwaar van overslaat, niet alleen je stem, dan zit je op school en dan krijg je ineens een mailtje binnen. Ja. Of je weet zeg maar ongeveer, oké, die voorselecties gaan bekend gemaakt worden. En dan zit je echt de hele tijd alleen maar je mail te vers als je weet dat je een beetje in aanmerking komt. Ik kreeg nog een brief. Dat is andere tijd. Heb je KNVB hebben nog een brief gehad onder 13 of zo? Was dat? Ja, maar jij kwam toch pas bij onder 19 of bij jongeren. Ja, onder 17 zat ik telkens bij de voorselectie. Ja, okay. Dus dan zit je inderdaad op school en dan krijg je zo'n een e-mail. Ja. En dan weet je, je zit op zo'n topsportschool, dan voel je jezelf ongelooflijk het mannetje. Ja. Dat je zeg een beetje bij die boven had gehoord. Ook laten zien zo'n beetje aan je klasgenoten. Nou, je wordt fucking heet toch een beetje rood en ik moet cool spelen. Maar je bent, ja, ik weet niet, je bent gewoon zwaar hype dan. Ja. Maar dat is voorselectie. En de eerste 3 jaar dat ik bij die voorselectie zat, kwam het nooit verder zeg maar, dan dat. Ik voelde het altijd wel aankomen, dus was die teleurstelling niet zo heel groot. Maar ik weet nog, de eerste keer dat ik erbij kwam, zat ik ook weer gewoon bij die voorselectie. Ja. Was ik in de eerste instantie weer afgevallen, was met Nicolai samen, die nu keeper bij Sparta is. En toen werd ik ineens gebeld door, ik weet nog precies, ik was gewoon op mijn slaapkamer in Maasland, door een onbekend nummer. Maar ik heb zoiets, ik weet niet of je dat ook hebt, als ik word gebeld door een onbekend nummer, dan raak ik een beetje paniek. Politie. Ja, politie. Ik belde me. Ik ga verder. Maar dus toen nam ik op. Het was die bondscoach. En ik hoorde, hij zei, dat was Wim van Zwam. Met Wim van Zwam. Hij kreeg letterlijk bij een hartaanval. Ja. Hij gaat het zeggen. Geen stotteren? Ja, echt helemaal gewoon in de... Een soort van de fysieke onmacht bijna. Ja. Maar dat je zo blij bent gewoon. Dat je... dat jaar zat ik echt lekker in. Ik werkte knijterhard. Dat is denk ik gewoon, of samen de eerste keer dat ik bij Jong Oranje zat, gewoon letterlijk het meest trots moment. Gewoon misschien wel van heel mijn leven. Ja, dat is vet. Werd je emotioneel? Ja, denk wel dat ik gehuild heb toen, man. De eerste keer. Gewoon naar beneden, maar ook gewoon een soort van stressreactie. Dat je zo blij bent en trots en gewoon gelijk naar beneden rennen. Weet je wel, ja, ga je opa bellen of ga je broer bellen. Dat was wel trots, man. En was dat die megaselectie met Ake, die lichting toch? Ake, nee, die waren, toen, die waren toen, denk ik, misschien dat ze al doorschoven waren naar Jong Oranje. Het was een wedstrijd, even kijken, Italië en Spanje speelden. Dat was met, ik ga die foto wel opzoeken. Sowieso met Geraldo Becker, die het nu goed doet. Jorrit Hendricks zat erbij. Sandy Walsh was een verdediger die nu in België goed doet. Ik denk dat Ake er trouwens wel bij zat. Quincy Menig, Tom Haaien, een beetje die groep. Maar we speelden in Spanje gelijk. Die hadden rechterflank met Traoré. En in de overlap Bellerin. En die Haddadi speelde toen ook daar van Barça. Dus dat was wel knettergek, gek, man. Bellerin, is linksback of rechtsback? Rechtsback, ja, man. Wil je me nakken? Oh. Ja, dat is mooi. Ja, man. Dus dat, ik weet, ja, dat was echt intens, man. Nul gehad. Maar Traoré was. Ja, Adama Traoré. Ja, nul gouden, man. Eerste helft. Je maakte Nicolai een catchje de tweede helft. Stond in de krant dat ik het was. Ja, man. Dus dat. En ik weet van die dag nog echt goed dat we... nee, dat klopt trouwens niet. Dat was mijn tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd speelde ik tegen Italië. Ja. Dat de eerste keer was in mijn leven dat ik gewoon echt niet kon eten, man. Voor de wedstrijd. Van spanning. Gewoon van de stress, ja. Echt van de spanning.
En ik heb toen in de bus heb ik alleen maar de hele tijd dat nummer geluisterd, Waving Flag. Dat was volgens mij van het WK Zuid-Afrika. Daar kreeg ik een soort zelfvertrouwen van, dat ik gewoon op repeat staan. Maar ik kon gewoon letterlijk bij het... We zaten daar met het eten. En ik kon gewoon niet... ik had gewoon een paar happen en je weet dat je maag gewoon afsluit. Maar, gewoon, en dan gewoon kotsen of ik kreeg gewoon niks binnen. Nee man, ik was gewoon zo bezig met KTR. Over drie uur, ik ga gewoon over 3 uur speel ik het Nederlands elftal. Kut. Aan de ene kant dacht ik, vet. Aan de andere kant dacht ik, kut, sorry. Ze gaat fout. Ook niet een hele relaxed ervaring dan. Nee, man. Maar ja, daarna wel. Heb je ervan genoten? Vroeger ze achteraf. Ja, achteraf wel, man. Ja? Achteraf toch pas, ja. Nee, maar ook wel tijdens de wedstrijd zat ik er wel goed in. Okay, gewoon dat... ik was toen in die periode mentaal wel zo dat ik van tevoren heel erg gespannen was. Maar ja, in de wedstrijd wel. Ja. Weet je, ik had zelf trouwens maar groeide. Ja. Maar dat is wel... Dat kan ik me gewoon letterlijk nog voor de geest halen. Ik zeg maar, gewoon die spanning die je daar van tevoren voelde. Ja. En toen stond ik dus ook in dat reisje het Wilhelmus te zingen. Ja. En ik wilde eigenlijk best wel hard zingen. Ik stond denk ik naast Jorrit Hendricks. Maar je hoort dus eigenlijk niet zoveel. Ja. En dan hoor je dus je eigen stem daar een beetje net iets te hoog. Dus ja, ga je dus ook gewoon een beetje inhouden. Dat is wel een moment waar je eigenlijk naartoe leeft in je leven. Misschien als je, dat je ooit bij het Nederlands elftal wil spelen. En dat je dan het Wilhelmus moet gaan zingen of mag gaan zingen. Maar wat overheerst is inderdaad... Dat je jezelf hoort zingen en die boys een beetje hoort mompelen. Dat je meer daarmee bezig bent dan de eigenlijke ervaring, zeg maar. Ja, en dat. En ik ook wel eerlijk zeg, gewoon met de spanning. De spanning, zeg maar, gewoon voor de wedstrijd ervoor. Heb jij veel wedstrijden gespeeld? 2 interlands. Geen onverdeeld succes. Ik heb onder 20 gespeeld, denk ik, of niet? Nee. Het begon bij onder 15 in mijn tijd, denk ik dat het nog steeds zo is. En het eindigde bij Jong Oranje, maar bij onder 19, zeg maar. Jong Oranje heb ik nooit gezeten. Ja. En ik heb van onder 15 tot onder 19, ik denk in 90% van al die selecties heb ik gezeten. En daarvan in 98% van de gevallen op de stand-by-lijst. Ja, stand-by-lijst. Ja. Letterlijk vanaf het prille begin tot het einde zat ik bijna altijd bij. Alleen, ja, dus echt 9 van de 10 keer op de stand-by-lijst. Maar een aantal keer... Er zijn 5 dus spelers... Dus je blijft gewoon thuis, zeg maar. Ja, dus er is een selectie van 19 of 20 of 21. Ja. En er zijn er 5 of 6 spelers die op de reservelijst stand-by staan. En als er eentje geblesseerd raakt... Je hebt die voorselectie van 30. Maar je gaat dus niet mee. Dus, je gaat niet mee. Dus, nee. Maar je krijgt wel de brieven en de instructies en ik al die dingen. Ik zat altijd stand-by ook, man. Ik ook. Was ook fucked up. Er kwam in de club en ging boys gaan stand-by, man. Maar het voordeel, ik heb onder 15 mocht ik voor het eerst, was een oefenwedstrijd tegen Sparta. Dus dat was geen officiële interland, dat was ook matig. Toen onder 17 mocht ik een keertje mee. De eerste keer, dat was... Een van jouw interland is een oefenwedstrijd tegen Sparta. Ja, in onder 15. Ja, geen interland. Nee, dus die tel ik niet. Nee, die tel ik dus niet. Oké, okay. Dankjewel. Toen onder 17 speelden we het 4-landen toernooi. Ik weet niet of je dat meegemaakt. Het was in Duitsland, geloof ik, of in Denemarken. Stand-by, man. Toen speelde de eerste wedstrijd, zat ik op de bank, speelde tegen Duitsland. Ik was zo fucking blij dat ik niet hoefde te spelen, want die gasten hebben ons helemaal kapot gemaakt, 4 of 5-0. Toen mocht ik het tweede interland spelen tegen Griekenland. Heb ik 90 minuten gespeeld, ik geloof dat het 0-0 werd. Ik speelde een goede wedstrijd, gewoon een prima wedstrijd, vond ik. En van tevoren werd gezegd, iedereen krijgt ongeveer genoeg speeltijd en we gaan een beetje rouleren en zo. Dus dan dacht ik, de derde wedstrijd ga ik voor een helftje spelen of 30 minuten of zo. En toen werd de opstelling bekendgemaakt. M&X. Toen mocht ik de videoanalyse doen. Toen moest ik. Het was de derde wedstrijd tegen België. Toen werd de opstelling werd bekendgemaakt, basis en wissels. En toen moest ik samen met Jeffrey Bruma en volgens mij Jordi Klaasie. Ik weet niet precies waarom wij drieën moesten we de videoanalyse doen. Dus eentje moest de camera doen, de ander moest met een laptopje gaan coderen. Nee, en wat deed jij? Ik weet niet, ik was een van die drie functies, ik weet het niet meer. Maar dat was het vierde andere toernooi. Dus dat viel toch even tegen. Ja, precies, die andere twee, die hebben het wel gehaald. Ja, maar ik denk dat voor hun was het zeg maar zo. Nee, die waren gewoon echt, die waren duidelijk. Jeffrey was de beste en ja. Klaasie was ook gewoon goed. En voor mij dachten ze, ja, misschien hebben we genoeg gezien. Ik weet het niet. Hoewel ik wel aardig speelde tegen Griekenland. Dat was de eerste. En toen heb ik een tijdje, zat ik altijd op de stand-by. Dus onder 19, toen speelde ik ook echt goed bij Utrecht. Toen kwam ik er weer bij. Zat ik volgens mij gewoon echt in een selectie een keer. Toen speelden we 2 wedstrijden. Eerst was tegen Frankrijk, zat ik op de bank. Toen speelden we tegen KL Kakuta. Ik weet niet of dat nog wat zegt. Van Vitesse en Fofana, Pagas, die waren ook vreselijk goed. Toen speelde ik niet. In de tweede wedstrijd zat ik in een basis tegen Italië. Dat was mijn tweede en laatste interland. Toen ging het ook best wel prima eigenlijk. Alleen ik stond tegen Fabio Borini. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, van Liverpool. Bij Liverpool, bij Milan. Kleine gozer. In de eerste helft kreeg ik geel. En toen speelde ik de tweede helft. In de 80ste minuut een schwalbe van Borini. Overtreding van Vriend. Tweede geel, tweede ja, lekker zeg. Kleedkamertje in. Douche. Kleedkamer in. Dat was de laatste keer. Oh. Maar het was echt jammer omdat ik met rood afging. Dat was best een aardige wedstrijd. Maar het was niet onverdeeld succes. Maar toch wel vet om mee te maken. En ja, we hadden het van tevoren even over. Ik dacht toen in de kleedkamer, ik was boos. Maar ik dacht, ik wil wel een shirtje mee naar huis nemen. Maar die kreeg je niet mee.
Dus ik dacht, ik ga hem stelen, maar ik durfde het niet meer, omdat ik rood kreeg. Maar jij hebt het wel gedaan. Ja, ik durfde het dus in de onder 19 ook niet. Want we kwamen dan altijd, hadden de gasten bij gezeten. En die kwamen dan terug van het Nederlands elftal. En dan kwamen ze ineens in de KNVB pak. Maar ik, bij onder 19 heb ik weet nog echt getwijfeld. Want je had toen van Nike, had je die hele strakke die trainingsbroeken. Want nu iedere trainingsbroek is strak. Ja, maar vroeger was Puma en al die andere kutmerken. Dat waren van die wijde dingen. En als het regende, dan werden ze 10 kilo. Ja. Dus iedereen wilde die Nike broek hebben. Maar dat, ik weet nog dat ik eentje in mijn tas had, maar ik durfde het niet. Dat heb ik toen niet meegenomen. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment bij de onder 20. Ja. Toen speelden we een Interland tegen Duitsland. Toen viel ik de tweede helft in. En dat is de beste helft die ik zeg maar in het Nederlands elftal heb gespeeld. Het ging echt fucking goed. En die hadden, toen hadden ze een heel zwart keepersen nu. Ja. Toen dacht ik, nou, dat scheidt man. Deze moet ik 100% gewoon mee hebben. Dat heb ik met mijn tas gedaan. Maar toen moesten we nog een week daarna. Toen heb ik hem in de auto van Wessel Dammers in de achterbak verstopt. omdat die teammanager kwam nog wel verhaal halen. Want alleen dat keepershirt miste. Ja. En, we hadden het er net over. Als je normaal een shirt steelt, dan... Zeg maar stond jouw naam erop ook? Nee. Okay. Maar de enige met een reden om natuurlijk een keepershirt te jatten, is de keeper. Want een normaal wedstrijdshirt kan nog wel een keer dragen. Maar een zwart keepershirt met lange mouw duurt natuurlijk nooit aan. Dat wel, maar op een gegeven moment bij ons... Ik weet bij die onder 20, dan hadden we 22 jongens. Gewoon letterlijk. Dus dan speelde de elfde eerste helft, elfde tweede helft. En dan lagen al die trainingspakken, die lagen dan in zo'n hoop, zeg maar in de midden. En dan deden gasten gewoon letterlijk een koffertje, bijvoorbeeld van Ajax, die ze hadden deze uitruimen. Zodat ze hun schoenen namen ze dan in hun hand mee. En dan was het gewoon letterlijk gewoon die hele berg, zeg maar, die koffer inschuiven. En dat ging dan de hoed in. Ja, dat is wel een beetje hoe het ging, man. Weet je wat wel was? Wij hadden toen bij Sparta, ik denk dat jij daar ook bij was. Zeist. Hadden we een paar jongens die dan uitgenodigd werden voor Jong Oranje of voor Oranje onder 19 of onder 20 of onder 21 of zo. Ja. En die gingen dan weg, zeg maar. En die kwamen eigenlijk als soort van andere personen terug altijd. Ja. Ja. Positief of negatief? Eigenlijk negatief. Want dan dat ze een... Hoe bedoel je dat? Nou, een beetje lastig om uit te leggen, maar die kwamen dan je merkte zeg maar altijd, die kwamen een beetje met een bepaalde arrogantie. Ze hebben dingen geleerd van die jongens daar. Maar weet je, ik kan me dat wel voorstellen, want ik weet nog dat ik bij de onder 19 zat. Ik was de enige jongen, volgens mij toen in heel de selectie, die geen contract had. Ja. En dan zat je in die bus en dan... En ik weet nog dat die gasten achter me, iedereen had bijvoorbeeld een Adidas contract. En dat was in de onder 19 helemaal de shit, toch? Ik kreeg toen voor het eerst voetbalschoenen. Nou, dan ben je natuurlijk helemaal de man. Ja. Gruwelijk, altijd nieuwe schoenen. Maar die hadden het dan de hele tijd over. En die liep elkaar een beetje af te troeven. En dus één zei, ik kan gaan shoppen. En ik wil 5 keer per jaar, maar €2500. Ja. En zo gaat dat de hele tijd op zijn hoofd. De eerste is een hele andere hiërarchie en sfeer, zeg maar. Ja. Die wordt ook, zeg maar, de hiërarchie wordt door andere dingen bepaald dan in zo'n kleedkamer van Sparta. Ja. En dat merkte je, zeg maar, dat die jongens gewoon heel, heel anders met elkaar omgingen daar in zo'n week. En die kwamen dan terug en dan kwamen ze een beetje met diezelfde bravoure en brani, zeg maar, terug. En waarvan je dan dacht van dat klopt wel. Helemaal niet hoe we het hier doen. Nee, want je hebt vooral in de jeugd zijn natuurlijk goede spelers vaak ook wel haantjes. Ja. En als je daar bijvoorbeeld 2 of 3 van hebt in een groep, dan compenseert dat nog wel een beetje. Maar daar pleur je natuurlijk gewoon uit heel het land allemaal bij elkaar. Ja. En dan moet dan een soort balans ontstaan. In de eerste keer ben je bijvoorbeeld maar 3 dagen samen. Ja. Dus dan is het heel erg een beetje landje pikken. En het is een beetje groepjes vormen. Dus ik weet dat ik dat in het begin ook echt ongemakkelijk vond. Want dan heb je jongens die al die bijvoorbeeld in de Eredivisie spelen. Ja. En zelf speel je gewoon nog in de A-competitie. Ja. En je merkt gewoon dat iedereen daar wel heel erg bezig is met... Ja, een beetje zichzelf profileren. Ja, dus en de hiërarchie wordt daar ook bepaald door de spelers. Bij ons was het in ieder geval de jongens die bij Feyenoord of bij Ajax speelden. Vooral die Feyenoord jongens waren de luidruchtigste gasten eigenlijk. Ja. En die van Ajax eigenlijk ook wel. En dan kom je als bijvoorbeeld... ik weet dat Steven Berghuis kwam ook voor het eerst in onder 19 erbij. Dus dat denk ik bij Vitesse of waar zat hij in de jeugd? Of bij Twente. Super bleu. Er kwam nooit iemand uit het oosten eigenlijk in het Nederlands elftal. Dus hij heeft de hele weekend niks gezegd. Kon natuurlijk wel gewoon goed voetballen. Ja. Dus uiteindelijk levelt het ook wel weer. Maar die jongens van... in mijn tijd, jongens van Feyenoord en Ajax, die maakten de dienst uit. Want die hadden de grootste mond. En als je dan van Heerenveen kwam of van Utrecht, maar zeker verder nog naar het oosten van Vitesse of Roda. Ja, dan had je niet veel te melden daar. We hadden bij Jong Oranje kwam Heer de Jeus er voor het eerst bij. Die zat toen bij de Graafschap. Ja. Ik weet nog dat we op een gegeven moment... dat ik met hem zat met de keepers op de kamer. En dat hij mij echt zo aankijkt van... Is dit gewoon normaal, zeg maar, hoe het gaat? Sommige jongens kijk je niet echt aan. Of die moet jij echt goed, anders goed is jou niet. En het... Gewoon die hele... Daar liepen dan gasten met klokken van, weet ik veel, €30.000. Ja. En toen kwamen we in zo'n soort heel Louis Vuitton pak met 3 tassen. Of
We hebben een keer gehad met... dat is ook wel mooi, die foto's, hè? Die zijn ook belangrijk voor die jongens. Ja, ze zijn heel belangrijk. Maar ja, hoe je ze worden ook elk jaar belangrijker. Ja. Ja. Ja, het is uitgedost, jongen, die gasten. Ja. Ja, en bij het groot oranje is dat zeg maar minder. Ja. Ik denk, ja, daar lopen nog een paar jongens tussen die dat niet belangrijk vinden. Denzel trekt gewoon een trainingspak in de waan. Ja, bij jong oranje heeft iedereen wel, is iedereen wel eventjes... Ik kan me nog goed heugen dat we hadden een uitwedstrijd. En Ricardo Kiesna speelde toen, ik denk dat hij al bij Lazio zat. Die was gewoon daar naartoe gekomen zonder spullen. Die had geen loopschoenen bij zich, geen voetbalschoenen, geen schemerschermers, niks. En geen onderbroeken, gewoon helemaal niks. En die heeft hem gewoon tegen, ik weet niet eens waar we naartoe ging, die heeft gewoon tegen Nike gezegd, zo ging dat dan letterlijk, van hey, zorg maar dat mijn spullen er zijn als we daar komen. En die kwam in het vliegtuig, kwam die bijna te laat met, ja, gewoon zijn handen helemaal vol met shoppingtasje, gewoon van shirts en weet ik veel kleren die hij voor daar had gekocht. En ja, dat is wel gewoon een compleet andere wereld. Ja. Dus ik kom helemaal in Hiddes geval. Ik heb bij Feyenoord gespeeld, dus dan krijg je daar een beetje wat van mee. Hè, wat andere teams meegemaakt. Maar hij had gewoon letterlijk... hij had pas een jaar volgens mij contract bij de Graafschap. Ja. Ondertussen tijd. Dus voor hem was het gewoon letterlijk een beetje 180 graden draai. Mooi man. Ja, ik vind tijd voor aanraders. Tijd voor aanraders. Weekendje Vierhouten. Ja, die heb ik helaas al gedaan. Thomas. Ik heb een mooie man. Ik heb een serie natuurlijk. Maar dit is echt een vet serie. White Lotus gekeken. Serie. Ja, dus die is ook echt vet. Daar is nu een tweede seizoen van. Ja. Dat tweede seizoen is echt grandioos. Ook. Ik ook aanraden. Ik heb op Disney, Disney Plus een serie gekeken. Dat heet, jij gaat het sowieso fantastisch vinden. Weet ik niet. Waarschijnlijk ook als je het kijkt. Maar het heet The Bear. Mm-hmm. En het is een serie gaat Bear. The Bear. Ja, die hoofdpersoon die doet me ook een beetje aan Bart denken op sommige momenten. Ik weet niet waarom, maar qua uiterlijk heeft hij wel iets van hem weg. Maar ziet het, goed het gaat over een jongen die is een sterrenkok in een sterrenrestaurant in New York. En die erft een klein lunch / dinnerzaakje van zijn broer die zelfmoord heeft gepleegd ergens in New York. Of in Chicago is geloof ik. En hij werkt in New York en hij erft dat dingetje in Chicago. En daar gaat hij dan vervolgens proberen om een geweldige zaak van te maken met alle dingen zeg maar, die erbij horen. Maar één, de soundtrack is echt fantastisch. Twee, het tempo van die serie is echt krankzinnig hoog. Dus het zijn afleveringen van 35 minuten of zo. Misschien zelfs minder. Dus dat is echt heerlijk om naar te kijken. En de cast, zeg maar, de chemie tussen de verschillende hoofdrolspelers, die is echt zo mooi. En het is daarnaast ook gewoon wel echt een vet verhaal. Dus dit is echt een serie. Waarom heette de Bear dat de restaurant heeft? Nee, volgens mij die broer die zelfmoord heeft gepleegd. Okay. Zijn bijnaam was de Bear. Okay. Dus daarom heet dat zo. En uiteindelijk krijgt het restaurant ook die naam. Maar in eerste instantie gaat het nog volgens mij over grilled beef of zo. Het is echt een fantastische serie. De Bear. Nets. Bestaat. Jij gaat een stukje voorlezen, zeg maar. Okay. Zal ik beginnen? Dan mag jij. Kom, nee, ik ga niet voorlezen, man. Kom je erbij. Het boekje wegdoen. Hij zal het voor te breiden. Goed, in het thema, wat is het? Ja, even een boekje mee. Twee weken geleden, andere tijden sport. Fokker bereid ondertussen zijn boek een stukje voor. ik ga gewoon onverstoord verder. Niet lachen. Andere tijden sport ging 2 weken geleden over Dennis Bergkamp. Over zijn doelpunt tegen Argentinië. En dat was echt een mooie aflevering om een beetje in de sfeer van het Nederlands elftal te komen of te blijven. En ze schetsen dat doelpunt een beetje theatraal als het meesterwerk, als een schilderij van Dennis Bergkamp. En dan gaan ze een beetje gaan ze kijken hoe dat... We hadden het over herinneringen, maar die is voor mij ook wel echt... 98. Ja, ik weet dat nog precies ook, man. Ja, dat was 3 toch? Ja, dat maakt voor jou niet uit, toch? Nee, dat maakt niks uit. Oh, je 1. Ja, nee, die was voor mij ook echt fantastisch, man. Dan moet je deze zeker kijken, want ze schetsen een beetje hoe Dennis Bergkamp in zijn carrière uiteindelijk tot dat ultieme moment is gekomen. En dan zie je die beelden van Arsenal en van Ajax en de man kon stiften. En dit is niet normaal. Zijn aannames en zijn gevoel. Ik voel me wel af tijdens het kijken, hoe mooi het ook was, zou die Bergkamp in die vorm in dit Nederlands elftal ook zo dominant zijn? Ja, 100%. Ja? Want hij heeft wel iets traags. Traags, zo... Ja, een beetje hetzelfde als nummer 10, Davy, dat bestaat ook bijna niet meer. Ja, misschien wel. Dat is echt ongelooflijk. Maar we hadden vroeger die DVD van hem. Van alle goals, volgens mij. Ja, ik heb het al gezegd. Heb ik gezien. Die 100 doelpunten. 100 alle 100 mooi. Dat is niet te geloven. Er zit volgens mij 1 goal bij die niet mooi is. Ja. En de rest is allemaal... Is echt zoveel gevoel. Hij heeft een keer zo'n hat-trick gemaakt tegen Bolton, volgens mij. Bolton Wanderers. Bolton Wanderers. Mooi. Alle 3 die goals, die zijn echt...
nog 10 keer mooier dan de mooiste die ik ooit heb gemaakt. Dus echt, echt fucking mooi. Zeg, een mooi doelpuntje maken maar van de week. Ja, lekker man. Binnen schieten, heerlijk. Dan gaan wij even achterover leunen. Ja. En genieten van kijk, Nico Dijkshoorn. Ik heb een mooi boek gelezen. Niet lachen. Ik heb een mooi boek gelezen. Hallo mijn slaaf, alles goed heet het, van Maarten van Heems. Een beetje provocerende titel zou je zeggen. Het gaat over een gozer. Zijn vrouw ging in Mali werken. Jij moet nu al lachen. Ja. Jij geeft het geen kans. Je weet gewoon dat het moeilijk gaat worden. Maar nee, schrijf het niet. even isolemmen. Wanneer heb je het bedacht? Wanneer heb je bedacht? Weet je wat? Fuck it, ik ga gewoon een stukje voorlezen. Gewoon vanmiddag. Hè? Vanmiddag. Ik ga het je uitleggen waarom ik het ga voorlezen. En zijn vrouw gaat in Mali werken. Hij gaat mee. Hij gaat er voor een paar NGO's werken. En hij leert eigenlijk dat land vooral kennen omdat hij is wielrenner. Amateur wielrenner. Hij gaat daar eerste rondje wielrennen. Komt hij op zijn eerste training. Komt hij de nationaal kampioen van Mali tegen. En daar raakt hij dan mijn vriend mee. En die neemt hem een beetje mee op pad. En hij helpt hem met een wielerploegje opzetten. Onder andere. Maar wat ik leuk vind aan dit boek is dat het leest lekker weg. Gewoon omdat hij zijn eigen verhalen deelt. Je leert over Mali. Maar ook tussen neus en lippen door krijg je allerlei Afrikaanse geschiedenis mee. En daar wil ik gewoon een stukje van voorlezen. Want ik dacht, ik zeg iedere keer, het is een leuk boek en het leest lekker weg. Maar dan je wil gewoon weten wat de schrijfstijl is. Ja. Ja. Het oude Oppervolta werd omgedoopt tot land van de oprechte mensen door Thomas Sankara. President in de jaren 80 met de status van heilige. De Afrikaanse Che Guevara maakte wonen gratis, verhielp de hongersnood en hij nam geen blad voor de mond richting het oude moederland Frankrijk. Wat hem betreft zouden de Bijbel en de Koran eigenlijk een versie voor arme en voor rijke mensen moeten hebben. Omdat armen altijd verliezen als ze zich op het speelveld van de rijken begeven. Zo verdedigde de kampioen van de armen ook de moraliteit van zijn oproep tot de collectieve weigering om schulden aan het Westen af te betalen. Na 4 jaar liet hij het leven in de coup, nu wordt het moeilijk, van generaal Blaise Campore. Een gebeurtenis die ervoor zorgde dat Sankara tot in de lengte der dagen in de harten van de West-Afrikanen doorleeft. Misschien wel juist omdat hij in werkelijkheid niet lang genoeg leefde om barsten op te lopen in zijn imago. Ik had nog nooit van de beste man gehoord. Ik vond het een leuk stuk geschiedenis en daar staat het hele boek vol mee. Hallo, mijn slaaf, alles goed, van Maarten van Heems. Lezen. Ja. Maar van akte. Ja. Ik zie gewoon dat jij prima wint, maar je vindt het te leuk om mij te nakken. Gelukkig heb ik mijn isolemmetje nog. Nee, dat is toch goed. Okay. Hallo, mijn slaaf. Alles goed. Dit is toch een maat van Alex? Ja, dit is ook weer van iemand van BKB. Die de taak van BKB rijken zover. Dat is niet normaal. Oké, man. Liedje om lekker mee naar bed te gaan. Ja, ik zou het doen. Ja, toch. Mooi. Ik van de week, dat is altijd mooi. Op vrijdag bij Spotify, zeg maar, krijg je altijd die release radar, toch? Mm-hmm. Waarin allemaal nieuwe muziek die jij waarschijnlijk mooi vindt via algoritmes aan je wordt aangeboden. Daar kijk ik altijd met smart naar. En deze vrijdag zat er muziek van Herman van Veen tussen. Want hij heeft zijn show, waarmee hij nu door de theater stoert, heeft hij uitgebracht op cd. En is echt fantastisch. Dus ik zou hem sowieso helemaal luisteren. Maar het liedje wat ik daar uit wil halen is het liedje Sterk. De hele show gaat een beetje over ouder worden en dat je richting de dood gaat. En dat is natuurlijk wat hij aan den lijve ondervindt ergens. Ja, en daar gaat het nummer over. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Sterretjes. Oes. Oké, bedankt voor het luisteren, lieve vrienden. Geetje, aartje, zo lemmen niet. En tabé. Tabé.